alles is gezondheid. De Longalliantie Nederland, die hebben we gelukkig ook al gezien. Emiel Roling, waar zitten jullie nou op te wachten als je het hebt over collectieve slimme voorzieningen? Dan is het heel belangrijk dat kinderen niet gaan roken en dat iedereen die rookt wordt geholpen om te stoppen met roken. Als je het hebt over het aanpak van longziekten, dan is dat heel belangrijk. Wij zijn de Longalliantie Nederland. We zijn de federatieve vereniging met als doel preventie en zorg voor de 1 miljoen mensen met een longziekte in Nederland te verbeteren. En wij hebben deze pledge ondertekend omdat wij eigenlijk 2 dingen willen. 1, dat er minder mensen met een longziekte komen. En 2, de mensen die al een longziekte hebben, dat die daar goed mee kunnen leven. En we hebben die pledge getekend omdat we heel graag de samenwerking willen opzoeken met alle andere partijen die zich inzetten voor betere gezondheid in Nederland. Ja, we hebben 5 concrete ambities voor 5 jaar, die we in 5 jaar willen bereiken. De eerste is dat we 25% minder ziekenhuisopnamedagen willen voor astma en COPD. Tweede doelstelling is dat we 15% minder verloren arbeidsdagen willen voor mensen op de werkvloer. Nou, derde concrete is dat we meer rendement willen van inhalatiemedicatie. Bijna 1 miljoen mensen hebben een longziekte en gebruiken inhalatiemedicatie. Vierde is dat we willen dat we 25% minder kinderen beginnen met roken. Eigenlijk willen we dat er geen 1 kind gaat roken. Maar laten we hier maar mee beginnen in ieder geval. En het 5e concrete is dat wij 10% minder mensen willen die overlijden aan een longziekte. Er overlijden nu per jaar 35.000 mensen aan een longziekte. Dat is ongeveer 25% van alle sterfgevallen in heel Nederland. En wij hebben het idee met alle acties die we aan het doen zijn, dat we dat kunnen terugbrengen. En dat gaan we doen door de samenwerking tussen alle betrokken mensen en organisaties te versterken. Zowel binnen de gezondheidszorg als ook binnen de domein van arbeid. Dus werkgevers, werknemers. Want juist de verbinding tussen de verschillende domeinen is ontzettend belangrijk om deze doelen te behalen. Alles is gezondheid.